en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Rieke Ruit Snel. Zou je denken, waar is hij nou weer? Hij is gewoon in Slagharen. En we zijn niet zomaar in Slagharen, we zijn voor een nieuwe attractie. Red Bandit Adventure. Die gaan we vandaag eens even doen. Kijken hoe het is. Ik ben erg benieuwd. Ik zou zeggen, laten we gaan instappen. Het eerste wat opvalt als je het gebied naar binnen loopt, is dat de ingang van de Red Bandit is nou het oude winkeltje. Ik vind het leuk gedaan, nu al. Wil jij een Red Bandit worden? Hij is weer live op TikTok. Nou, zoals altijd. Ja, ze is heel mooi gedaan. Hebben ze wel dichtgemaakt vanwege de mensen die natuurlijk. Ja, dit is gewoon dichtgemaakt inderdaad voor kindervingertjes. Het is dan weer jammer dat het er weer één dood stuk is. Maar ja, hier kan je al een beetje de attractie in kijken. Nou, hier heb je allemaal van zulke soort posters van de Red Bandit. Leuk! Dikke Shetlanders, hé! Beweeg graag ineens. Ja, bewoog. Nou, skeer weer. Eens. Dit vind ik leuk.
hier een beetje fluit. Zo, en dat was hem dan, de Red Velvet Avenger. Ik moet zeggen, het is echt wel leuk opgeknapt hoor. Het oude was gewoon, ja, oud. En dit is gewoon, ja, leuk element. Vooral het laatste scène met het vuurwerk vind ik heel erg tof. Heb ik nog nooit ergens anders gezien. Wat wel jammer is dat niet alles beweegt. Het zijn ook heel veel entalagepoppen. Wat dus geen animatronics zijn. Dat is dan wel heel jammer. Maar voor de rest van echt een hele toffe attractie. Leuke toevoeging voor het park. Ga ik zeker vandaag, wil ik hem nog een keertje doen. Want ja, wat moet ik nog vertellen over Sagara? Er is niet heel veel nieuw. Kijk, die Red Bandits zijn nieuw. Heb ik mening over gegeven. En daarvoor kom ik hier eigenlijk vandaag in Sagara. Maar we zitten nou wel even gezellig in de Tomahawk. En Jordi is ook weer bij. Jordi! Nou, leuk. En ik vind het wel fijn om hier in te zitten. Dan kan ik gewoon lekker op mijn telefoon zitten. Even lekker genieten. Ik moet ook een beetje droog. Want ja, Jordi heeft me helemaal nog gemaakt met een hoofd water. Zei ik dat we hem gewoon verringen. Vreselijk. En leuk dat je er hebt. Wat is er niet uit? Hé, hey, ik zie er ook niet uit. Nou, zit gewoon weer in die boot. Leuk. Heb jij zin, Jordi? Nee. Jij gaat niet doen wat ik denk wat je gaat doen. Nee. Niet scheppen. Oké, nou kan ik die beren wel verpakken. Oh, jij bent ook een beer. Beer van de vent. Hele bange nat. Ja. Ik vind dat vuurwerk echt leuk gedaan. Moet je eens oppassen hoe ik met vuurwerk. Hou nou op, ik zei vuurwerk, geen waterwerk. Het laatste stukje bekijken. Die kop in die hoort. Zo, en dat was het dan voor vandaag. Dagje Slagharen zitten weer op. Ik heb niet zo heel veel gevlogd, want ja, wat moet je nog vertellen over het park, weet je wel. De eerste waar ik voor kwam was dus vandaag de Red Bandits. Die hebben we gedaan. Mijn mening daarover heb ik verteld. Ik zou het nog een keer doen, weet je. Leuke attractie. Leuke toevoeging voor het park. Ik vind hem beter dan de oude. De oude was natuurlijk in het Wild Westen thema. Dit is nieuw, lekker fris. Nou, net wat ik al zei, vuurwerk in de attractie, super tof. Verder hebben wij vandaag ook nog even lekker gezwommen. Bij Aqua Mexicana was ik ook nog nooit geweest. Dus ja, het zwembad is ook top. Vind ik
best wel een leuk zwembadje. En het is gewoon niet duur, weet je, het kost een tientje, weet je, we praten weer over. Dus ja. En ik blijf het raar vinden dat als je hier gaat zwemmen, dat je dan daarna door een gesloten park loopt. Maar toch kan je overal nog komen, behalve bij de begrijpende attracties. Dat komt natuurlijk omdat het natuurlijk ook een vakantiepark is. Het kroegje hier is nog open. Het gamehalletje is nog open. Voor de rest is alles natuurlijk gewoon dicht. Maar goed, bij deze wil ik graag de vlog afsluiten. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden is geheel gratis. Hè? Had ik al gezegd, doe nog een duimpje omhoog? Dat weet ik niet meer. In elk geval, dan zie ik je graag bij de volgende vlog. En wat dat zou zijn, dat weet niemand. En zoals ik dan zeg aan het einde van de vlog, hoi.